ben Melle, dit is Nanne en dit is ons zoontje Jens. Melle en Nanne willen graag minimaal 3 slaapkamers in verband met de baby. Nanne wil het liefst een perceel van 500 vierkante meter, maar wil eventueel zakken naar 350 vierkante meter. Ze willen graag een vrijstaand huis of een 2-onder-1 kap. En het liefst een karakteristiek en uniek huis. Het moet op fietsafstand zijn van voorzieningen en het centrum. We hebben een huis voor jullie gekocht. Yes? Yes! Van harte gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou. Hier mag je een handtekening plaatsen. Hier van de hieronder. Jongens, gefeliciteerd. We gaan ervan uit dat jullie het fantastisch gaan vinden. En dan heb je eigenlijk iets te vieren op dit moment. Doe de blinddoek maar af. Jeetje, Mina. Oh, wel. Oké. Ja. Ja. Die moeten we even op ons in laten werken. Ja. Ja, we zijn benieuwd, denk ik. Maar ook toch wel met stomheid geslagen. Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Jij wilde meer naar buiten, toch? Ja. Jij vindt dit nog iets te veel in de stad. Nou ja. Laat ik zo. Ja, dit had ik niet verwacht. Het huis voldoet redelijk aan mijn wensen. Qua locatie, richting van afstand van het centrum. En. Niet heel erg op de ruimte en alles dichtbij. Ik vind de tuin ook ruim genoeg. Nanne die zou graag wat ruimer willen. Dus die had hier niet voor gekozen. Nou ja, een domper wil je niet meteen zeggen, maar het was wel even. Okay.